Nou, die kwam eigenlijk heel onverwachts. Maya van Elfbergen, die ook lid van de club is, die kwam in contact met de eigenaar beneden van het restaurant. En die zei dan, de ruimte is vrij, we kunnen daar gewoon eens een keer ons werk laten zien. En viel een goede aarde. We hebben maar stoute schoenen aangetrokken en met veel papierwerk hier naartoe getogen en alles opgehangen. Er hangen ongeveer, we hebben ze geteld, meer dan 500 hangen hier. Je moet je voorstellen, we maken elke week zeg maar stapels werk, 4, 5, 6, soms nog meer. En de stapel die komt steeds hoger te liggen. En daar hebben we gewoon een pakketje van meegenomen en hier opgehangen. En dat heeft iedereen gedaan. Dus, ja, want, dus niet uitgezocht zeg maar op kwaliteit of gewoon wat we hadden hebben opgehangen. Onder wat voor naam opereren jullie? De naam is het Kriet. Het Krijtje zeg maar. Dus dat vonden we wel een leuke naam. Hoeveel mensen zijn daar bij die club? Ongeveer, niet iedereen komt altijd precies, maar ongeveer een 14, 15 mensen zijn we. Ja. Dat is al heel lang eigenlijk tekenen, zeg maar. Ja, want jullie zijn allemaal kunstenaars uit Almelo? Overwegend wel, ook nog uit Westerhaar zelfs, en Vrooms Hoop nog iemand. Maar de meeste komen echt allemaal uit Almelo. En jullie hebben overal modeltekeningen neergehangen. Ja. En ja, waar gaat je voorkeur zelf naar uit? Nou, kijk, mijn voorkeur gaat uit, daarmee hou je het ook lang vol, zeg maar, om dat te doen. Dat je een model hebt, gekleed of ongekleed, maakt niet uit. Maar dat je zegt, de beweging in het model, zeg maar, weer kunt geven. Dat is een uitdaging. Of de nek zo staat, of de romp goed staat, of de nek goed op je hoofd. Dat zijn eigenlijk de uitdagingen die mij het meest interesseren. Ja. Die probeert op te krijgen. Zeg. Soms moet je kiezen, want het gaat altijd heel snel. Of je een korte schets wilt maken, alleen het bovengedeelte, of alleen de kop, of alleen de romp. Nou, die dingen, die moet je proberen te krijgen. Dat maakt het ook spannend. Ja, je leert van elkaar, maar ook vooral door het vele doen, krijg je het in je vingers. En dat is het belangrijkste. Veel doen, veel doen. Veel uren maken. Honderden uren zitten erin bij de mensen. Nummer 2 op de kandidatenlijst van Almelo Centraal. Wat willen de inwoners, wat willen zij en op welke manier willen zij hun leefomgeving verbeteren? Er wordt nu te veel vanuit de bureau bekeken en te weinig gecontroleerd en gecheckt of wat men bedenkt ook passend is voor de doelgroep waar het voor bestemd is. Zo is dat ook met de begroting en met het perspectiefnota. Ook daarin moet je eerst kijken van wat willen we eigenlijk, wat willen de inwoners van Almelo. Elke wijk verdient zijn eigen wijkcentrum. En dat kan dus zijn dat er, zoals bijvoorbeeld in de Schelvorst, een wijkcentrum staat dat heel goed door eigen bewoners kan worden gerund. Nou, daar moet de gemeente vanaf blijven. Zijn er wijken waar helemaal geen wijkcentrum, waar geen behoefte is aan een wijkcentrum, dan doen we daar geen wijkcentrum. En daar waar wijken zijn waar wel een behoefte is, maar waar mensen moeite hebben om dat zelf te runnen, daar zal de gemeente dan extra voor moeten investeren. Een tweede wat wij vinden is dat het ophalen van papier is afgeschaft. En daardoor is er voor veel organisaties en clubs zijn er financiële middelen weggevallen. En wij vinden dat Almelo Centraal vindt dat dat papier weer terug moet en opgehaald moet worden door de organisatie, zodat zij zich beter kunnen bedruipen, omdat zij dan meer financiële armslag krijgen. En ons derde punt is het groenonderhoud. Wij vinden dat in Almelo door de financiële perikelen er te veel bezuinigd is op het onderhoud. Daardoor zie je in de steden, in de straten het onkruid opgroeien. En dat is geen visitekaartje voor Almelo. Dus deugen, dienen en durven. Deugen om te zeggen van afspraak is afspraak. Wat we zeggen, dat doen we. En wat we doen, dat zeggen we. Dienen is de inwoners laten meepraten met datgene wat je wil. En en durven is ook dingen aan de kaak te stellen, vooral ook in de raadzaal, die niet kloppen. En daarom deugen, dienen en durven. Het wordt spannend voor de vereniging Mens en Milieuvriendelijk Wonen Almelo. De deadline voor het wel of niet doorgaan van het woonproject De Hof van Heden is 1 april. Ze zijn er bijna, maar er moet nog wel een paar gegadigden bij komen. Donderdag was er een informatieavond. Het belangrijkste is het karakter wat de groep mensen willen. Wij proberen heel nadrukkelijk
te luisteren naar wat de mensen willen en het dan haalbaar te maken. Van heel veel CPO's hebben prachtige ideeën, maar ze hebben niet de kennis om te kijken hoe het qua kosten en qua bouwen haalbaar kunnen maken. Nou, hier wordt het gewoon een heel duurzaam project, een levensloopbestendig project, maar ook een meergeneratieproject. Hier worden ook heel nadrukkelijk wat jongere mensen uitgenodigd om hierbij te komen. En centraal staat eigenlijk, zowel in Hof van Heden Almelo als bij Knarhof, er is één centraal begrip en dat is noberschap. Dus in ons projectje let je een beetje op de buren. Je hoeft niet voor ze te zorgen, beslist niet. Maar je houdt zijn oogje in het zeil en je helpt als het nodig is. Heel nadrukkelijk proberen we 50 plussers en 50 minners door elkaar heen te krijgen. Als de groep er wil en als de interesse er is. Want het is heel erg handig om ook over 30 jaar mensen te hebben die de dakgoot nog schoon kunnen maken. Wij werken met eigen technische diensten. We hebben onderhoudsarme woningen. Maar het is altijd handig om er een paar jongeren bij te hebben. En dat geeft reuring. En er is hier bijvoorbeeld ook plek voor woon-werkwoningen. Of mensen die iets bijzonders met een stoftoren willen doen. Die kunnen met ons in overleg, als ze een leuk idee hebben voor de stoftoren, een ondernemer of een jong gezin. En daar kunnen we dan een plek voor zoeken. En gaat het om huurhuizen of om koophuizen? Koophuizen is zeker. Maar wij proberen nu ook als Knarhof met een eigen huurfonds de woningen zelf in de verhuur aan te bieden. Het bijzondere aan het project is dat het een CPO-project is. Dat staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus wij organiseren het zelf en we bepalen ook heel veel zelf voor zover dat financieel natuurlijk mogelijk is. Hoe groot is de kans dat dit project ook werkelijk van start gaat? Dat ligt aan vanavond, 22 februari en 22 maart. Wij hebben onszelf tot en met eind maart de tijd gegeven om te zien of er voldoende serieuze geïnteresseerden zijn. We hebben 30 woningen. Nou, en eigenlijk willen we meer dan 30 geïnteresseerden hebben. Van er vallen altijd wat mensen af. En dat proberen we de komende maand voor elkaar te krijgen. En we zitten nu al ruim boven de 20. Dus we zijn al een heel eind. Maar we zijn benieuwd naar de opkomst vanavond. En misschien hebben we nu al meer dan 30. Nou, dan gaat het helemaal de goede kant op. Dan gaat het door. Ik ben Hans Buitenweg, lijsttrekker van GroenLinks. Nou, wat we de afgelopen tijd hebben gemerkt is dat Almelo, vooral het college ook, alles met duurzaamheid en de energietransitie heeft laten liggen. Daar is veel te weinig aan gebeurd. Dus de aankomende 4 jaar gaan wij daar volop inzetten dat er dus meer gebeurt met zonnepanelen, dat we windmolens gaan neerzetten. Dat we ons gaan richten op elektrisch rijden, veel meer dan in het verleden. Ook het wagenpark van de gemeente wordt elektrisch. Mijn naam is Albert Holteman. Ik sta op plek 3 van de lijst voor GroenLinks. Natuurlijk moet er de komende 4 jaar meer aandacht en tijd zijn voor mensen die zorg nodig hebben en dat niet kunnen betalen. Dan praat je ook over huishoudelijke hulp. Natuurlijk moet er meer aandacht zijn voor biodiversiteit. En natuurlijk moet er zeker geen megastal komen in het Noordgebied van Almelo of waar dan ook in Almelo. Natuurlijk moet er een ontmoetingsplek zijn voor mensen in alle buurten, wijken in Almelo. Maar wat er vooral moet gebeuren de komende 4 jaar is dat de gemeenteraad weer een gerespecteerd orgaan wordt. Niet geteisterd door alle afsplitsingen die er de afgelopen 4 jaar zijn geweest. Van de PvdA die op alle mogelijke manieren uiteenvalt en naar de VVD overloopt enzovoorts enzovoorts. Maar er moet weer een gerespecteerd orgaan komen zodanig dat er in ieder geval niet de verleiding is dat mensen op de PVV gaan stemmen. Mijn naam is Alfer Ekiskuyu, nummer 2 op lijst van GroenLinks. Armoede zal gedaald zijn. De instanties die er invloed op hebben, zoals wijkteams, sociale verzekeringsbank, stadsbank, moeten efficiënter gaan werken. Dus de communicatie onderling moet beter, communicatie naar de burger toe moet duidelijker zijn. Wachttijden zijn nu 2 tot 3 maanden, dat moet korter. Deze mensen komen ook in aanmerking voor een persoonlijke lening, maar die rentepercentage is 10,9%. Dat moet terug naar 2,5% zoals ook in andere gemeentes. Daarnaast zijn we voor het invoeren van de basisinkomen. Dat betekent ongeacht wie je bent, kun je de huur betalen. En als derde punt, werkgelegenheid. We willen in de komende 4 jaar, wanneer er banen worden gecreëerd, de burger van Almelo meer betrekken daarbij.
van dit jaar dan bestaat viswijvenkoor De Schellevissen 14 jaar. Maar toch hebben ze gedacht om nog voor die tijd hun naam te veranderen. Jacqueline van der Zwaan, jullie hebben het altijd als een geuze naam betiteld. Waarom die verandering? We waren altijd erg trots op onze naam. Het is inderdaad een geuze naam, er staat ergens voor. De krachtige vrouwen in de tijd van de zeevaart, die dan toch maar mooie thuisfront runden. Maar we merkten gewoon, hier in het oosten van Nederland is men niet zo bekend met het fenomeen viswijvenkoren. Je hoort in het westen heel veel viswijvenkoren, maar hier in het oosten niet. Men is hier meer bekend met shantykoren. Dus al gauw kreeg je verwarring dat men toch iets had van viswijven, dat zijn toch ordinaire, schreeuwige types. Nou, en dat heeft gemaakt dat we zeiden van, daar willen we een keer van af. We willen die verwarring weghalen en we gaan gewoon, nu heten Vissers Vrouwenkoor. Eigenlijk hetzelfde, maar iets nettere naam. Ik denk niet dat onze koorleden daar zelf last van hebben gehad. Alleen, je moest het elke keer weer uitleggen aan je omgeving. Wat is het verschil tussen een viswijf en een vissersvrouw? Ik denk niet eens dat het zo heel veel is. Alleen, het klinkt wat vriendelijker, een vissersvrouw. 60 leden. En, een wachtlijst? Een hele kleine wachtlijst. Dus, meld je aan. Moet je wel even vertellen waar ze zich kunnen aanmelden? Dat kunnen ze allemaal vinden op de website www.deschellevissen.nl. Hoe gaat het met de optredens dit jaar? Nou, wij verwachten net zoals andere jaren toch gauw tot 35 optredens te komen. 35, dat is wel erg veel. Ja, maar de afgelopen jaren waren het er 35. Jolanda, kan iedereen dat zomaar bijbenen? Kan iedereen zomaar op die 35 optredens aanwezig zijn? Nou, niet zomaar. Hè. Je moet natuurlijk wel eerst de liedjes allemaal goed beheersen voordat je echt mee kunt doen aan zo'n optreden. En het vraagt natuurlijk wel wat energie. Je moet wel proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de optredens, maar zou je een keer niet kunnen, is dat geen probleem. Mijn naam is Wim Wijnreder, ik sta nummer 2 op de lijst van PvdA. Het college meer luistert naar de burger. Dat is heel belangrijk. De burgemeester wil ook de burgers leren kennen, dus ook dat hij daar naar gaat luisteren. De leerstand aanpakken. Er is ons enorm veel leerstand in de gemeente Almelo. Het is niet leuk als je door de stad in loopt, je ziet te huur, te koop en het hele spul meer. Dat is niet leuk. Je moet de stad aantrekkelijker maken. Je moet kleine boutiquejes, eetgelegenheden maken, zodat de mensen ook in de stad gaan en niet alleen kunnen doorlopen en zeggen van, oh, waar is het dit? Het is hier niks te beleven, omdat het alles leegstand is. En om die mensen in de stad te krijgen, ja, zorg dat er gratis parkeren is, liefst zo dicht mogelijk in de buurt van het centrum. Trek je nog veel meer mensen. Als je kijkt naar andere steden, dan lukt het ook. Waarom niet in Almelo? Dus je moet gewoon proberen. Komt een scheepvaart, kom meer toeristen. Hou ze ook hier, dat ze niet naar een andere plaats heen gaan. Dat ze hier in Almelo blijven, hier hun geld besteden. Waardoor iedereen profijt van heeft. En dat schort eraan. En ze moeten luisteren naar de inwoners. En ja, onveilige speeltuinen aanpakken. Ik noem er even wat op. Openbare toiletten, dat is ook vooral voor de toeristen. Dat is niet zo mooi dat iemand hier loopt en die heeft een stoma, ik noem maar. En ze moeten, ik moet naar een toilet en er zijn geen toiletten. Nee. Dat is toch krankjorm. Dus sorry dat ik het zo zeg. Sociaal domein, klachten, dat zijn heel veel woonproblemen. Sluiten van de wijkcentra. De mensen moeten communicatief met elkaar gaan. Sociaal-economisch ook met elkaar om kunnen gaan. En dat zijn de belangrijkste punten. Gymnastiek heet het. De nieuwste sport voor ouderen. En die kun je beoefenen bij de Club Twente bij Funny Fit. Je kan daar skiën, mountainbiken, bowlen, tennissen, raften en noem maar op. En goed en voldoende bewegen is de beste manier om tal van ouderdomskwaaltjes op afstand te houden. Volgens de bekende professor Dr. Erik Scherder, die het hoogstpersoonlijk kwam bekijken. Kijk hoe ze dat bij de Club Twente bij Funny Fit doen. Skiën gaat heel goed. Ja? Ja, ja. Je wint het hier?
Ja, ik heb al heel veel gewonnen. Heel veel prijzen. Hoi, ik heb een mooie deur. Hoi, ik heb een mooie sunnel. Ding aan. U heeft juist een bijeenkomst gezien voor senioren, 60, 70, 80 en zelfs 90 plus. Die zijn hier bij elkaar gekomen om met elkaar te gamen, gezamenlijk een lunch te hebben. En vervolgens worden ze daarna weer thuisgebracht, want het vervoer zit er ook bij. Ik ben hier vanmorgen voor het eerste keer en het rit was prachtig. En nou hebben we heerlijke koffie met cake gehad. En we zijn nou begonnen. En ik heb met Benny uit Geesteren heb ik gegooid. En bij Hector gewonnen. Dus dat is toch gewoon geweldig. Ja. En nou doen we weer wat anders. Nou gaan we kegelen. Ik vind het gewoon heel erg mooi. Ja. En daar krijg je volgens mij ook honger van, hè? Daar krijg je honger van. Ja, nou hoor ik net, wij moesten al eten. Dat vind ik jammer, want ik had nog wel een poosje door willen gaan. Ja. Kijk, daar heb je opa. Hè? 16 maart starten we met de Lente Fit Games. En dat is een nieuw project om mensen te laten kennismaken met games. Gamen voor een groot videoscherm, dat is iets heel anders als gamen voor een televisiescherm. We hebben hier een heel andere beleving, maar u moet maar eens komen kennismaken om dat allemaal te gaan beleven. Wat gaan de mensen dan doen? Het is dus een beetje out of the box denken. Het is een vorm van bewegen en een vorm van gamen. Dus en die combinatie samen maakt dat je heel veel plezier hebt. En dat is wat hier gebeurt. Je beweegt, dat is goed voor je lichaam, maar vervolgens heb je ook heel veel plezier. En als je dingen met plezier doet, dan is het veel leuker en ook langer vol te houden. Mijn naam is Oertjette en ik ben de lijsttrekker van Lijstjette, lijst 14. We vinden ook een divers bestuur heel erg belangrijk. Samenleving moet zich verhoord worden. Gehoord voelen in de gemeenteraad van Almelo. Drie belangrijke punten waarin wij een verandering in wensen is het sociaal beleid, afvalbeleid, fysiek beleid. Daarmee bedoel ik een sociaal beleid dat wij na de decentralisaties heel veel taken op ons neer hebben gekregen. Dat er nog heel veel bureaucratische rompslomp is. Wachttijden van 8 weken bij de WMO. Kinderen en ouderen die door te veel bureaucratische rompslomp niet het zorg krijgen wat ze eigenlijk verdienen. Bij het afvalbeleid gaan wij voor het oudbeleid. Dus 2 keer grijze container per maand, om de 2 weken een grijze container. Want het begint nu wel een milieupark voor de huizen te worden. Een 4e container is op het komst. En wij ervaren dat de burgers van Almelo niet tevreden zijn met het huidige beleid. 51% van de burgers in Almelo willen terug naar oudere beleid, maar politieke partijen, huidige politieke partijen geven daar geen gehoor aan en dat willen wij veranderen. Bij fysiek denken wij aan aanpak van de binnenstad, nogmaals, daar moeten wij in doorgaan, aanpak van de leegstand, maar ook andere delen van onze stad. Wij hebben daar ook een motie voor ingediend. Wij vinden verkeersveiligheid bij Nieuwstraat een heel belangrijk punt. Leefbaarheid in Nieuwstraat brengen wij een heel erg belangrijk punt. Stationsomgeving, verpauperde gebouwen, wat niet representatief voor onze stad is. Daar moet er wat van gebeuren. De punten waarin ik het heb genoemd, afvalbeleid is heel erg belangrijk. Daarin willen wij naar oudbeleid terug. Aanpak van de problemen in het sociaal domein vinden wij heel erg belangrijk. Daar moet er wat van veranderen. En de leefbaarheid in de stad en bepaalde wijken moet aangepakt worden. En dat moet veranderen. Dat zijn voor ons breekpunten. Anders zullen wij geen medewerking verlenen aan een nieuwe college. Hier bij Bert Nijkamp en we staan hier bij het Nijreris Bos. Daarnaast staat Elma Wartels. Jullie gaan samen met een hele werkgroep zijn jullie bezig om de paddentrek een handje te helpen. Klopt dat? Ja, helemaal correct. Niet nu, want er is veel te koud voor. Maar op het moment dat zich de weersituatie verbetert, dat we zeggen temperatuur omhoog, genoeg luchtvochtigheid, ja, dan gaan onze handjes wapperen. En dat doen we met een aantal vrijwilligers, 's avonds. Want het gebeurt nadat de schemering is ingetreden. Tot 1:50 s'avonds en emmertjes en handschoentjes voor degene die paddenvrees heeft. En dan wordt er gevangen.
Ja, want die hele paddentrek, dat is eigenlijk gekomen een beetje door de doorbraak. Dat klopt, of niet? Ja, toen die aangelegd werd, waren de omstandigheden voor padden, met name voor de paring en de vermeerdering, hebben ze poeltjes nodig. En die waren gunstig. En ja, kennelijk hadden ze dat ineens door, dat het daar te doen was. En toen kwam het massaal op gang. Eigenlijk binnen een jaar. Trek is wel een beetje veranderd qua plek waar ze oversteken. Kan u daar iets over vertellen? Ja, natuurlijk. Dat wil zeggen, daarom staan we hier ook eigenlijk op deze plek. De faunatunnel, die vrij in het begin van de activiteiten is ingericht. Mede dankzij de hulp van de gemeente Almelo. Want op dat moment was hier de meeste activiteit. En die activiteit die heeft zich in de loop van de jaren wat verplaatst richting doorbraak. Voor de mensen die hier wegkomen, richting Maatveld. Daar concentreert zich dat op dit moment. Maar al met al toch een route van minstens 1500 meter die we met een aantal mensen bij moeten houden. Ja, jullie doen dat altijd 's avonds, hè? Ja. Want de padden willen graag dat het donker is. En ze hebben een bepaalde temperatuur nodig, ergens tussen de 4 en de 8 graden. En liefst ook nog wat motregen of in ieder geval wat vocht. En dan gaan ze op pad. En is het moeilijk om die padden te vangen? En ja, hoe vervoeren jullie ze dan? Hoe doen we dat? We hebben een emmer. Daar kunnen ze in. Meerdere tegelijk. En die emmer wordt op een gegeven moment geleegd. En dat doen we over het algemeen vlakbij de doorbraak. Dus ze worden dan wel verplaatst. En denken jullie dat dit ook de komende jaren nog door moet gaan? Ja, zolang de padden nog trekken. En zolang wij zien dat ze toch nog in grote getalen hier op pad gaan. En over de weg lopen, blijven wij het ook doen. Ja, mits we natuurlijk voldoende vrijwilligers kunnen enthousiast kunnen maken om ons te helpen. Want daar hebben we elk jaar wel weer behoefte aan. Dankjewel. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Oh, Almelo, mijn mooi Almelo. Ik ben zo goed in Swiss, met hoe keel nog aan toe. Dat ik hoor ik ook in, en wat tof ik ook doe. In Almelo, door Hegwinie zo aan Flantuten en Dikdo en Arstadus quo bij professor of net zo dom als Havenstro. I vult ook plezierig in ons Almelo. Oh Almelo, mijn mooi Almelo, ik ben zo vroeg miswies met uw keel nog aan toe dat ik hoor ik ook ben. De Pius Mimo en Mr. Bobo, die het maakt wel ik ben binnen, hoe of ik doe, nee. Er is op de eerde geen stedke wat zo, vul op mijn likka zo zijn Almelo. Bezumt die molskijn me verroe Almelo, haal ik mijn leem lang een trouw libido. Het plaat sowieso, maar wij kunnen ook Hollands op netjes niveau. En na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo. Na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo. Nog aan toe dat ik hoor ik ook binnen en wat of ik ook doe. Het hekke vult ik geur, o Almelo. O Almelo, mijn mooi Almelo. Ik ben zo goed mis vies met uw keel nog aan toe dat ik hoor ik ook binnen en wat of ik ook doe.
Het zit er heel netjes op, mooi strak. Na maandag komt dinsdag en woensdag en zo. Ja, dat kan allemaal in Almelo.